Ik ben Saskia Noord, je kijkt naar Lit en ik heb zojuist 3 hobby's uitgevoerd met Cesar. Ik zal er even bij staan, anders is het awkward. Hoi, was leuk hè? Heel leuk ja, ja. Ook omdat ik gewonnen heb. Hey Cesar, je baas hier. Sorry dat ik je stoor op vakantie. We moeten deze week iets doen met boeken. Kun jij even snel wat in elkaar knallen? Nou, zat ik dus te denken aan iets als opsporing verzocht. Maar dan ga jij op zoek naar goede boeken, niet criminelen. Snap je? Oké, nou, zet hem op, hè. Ik heb vandaag net een schoen aan. Dat doe ik niet zomaar in dit programma. Dat doe ik echt omdat we met de schrijver met wie we vandaag spreken is wel gewoon zo'n grootheid. Is zo'n bizar fenomeen in de Nederlandse literatuur. Het is namelijk Saskia Noord. Qua mensen laten lezen is zij de witte boter. En klopt het wat ze zeggen? Is Noord echt gestoord? Laat maar, dat kan ik niet zeggen. Dit is dus Saskia Noord. Ja, klopt. Ze schreef ontelbaar veel thrillers die ook nog eens ontelbaar vaak verkocht zijn. Maar haar nieuwste boek is geen thriller. Het is een roman. En daar horen dus ook heel veel awards en nominaties bij. Dat ziet er best ziek uit. Haar hond heeft zijn eigen designerstoel. Lola is een prinses. Die heeft ook een troon. En dit is haar favoriete kookboek. Tips, trucs en technieken van de beste chef ter wereld. Saskia Noord. Verzin je dus een programma waarin je de hobby's gaat uitvoeren waar de schrijvers door het schrijven geen tijd meer voor hebben. En dan kom je erachter dat Saskia Noord gewoon geen hobby heeft. Dus, de oplossing. Ik heb gewoon een heleboel hobby's meegenomen. En dan ga ik nu met Saskia Noord kijken of we een hobby voor haar kunnen vinden. Nee. Oh, dat is een hond. Oh, dat is een hele enge hond. Jongens, ik durf niet meer. Is het een gevaarlijke hond? Nee, absoluut niet. Het is geen gevaarlijke hond. Het is echt geen gevaarlijke hond? Totaal. Want anders ga ik gewoon weer naar huis en interviewen we wel Paul van Loon of zo. Gewoon een heel lief, zoet hondje. Hallo Saskia. Kijk eens. Hallo Cesar, wat is dit? Ik heb dus allemaal potentiële nieuwe hobby's voor jou. Echt? Ik wil helemaal geen nieuwe hobby. Oh, dan neem ik het weer mee. Dan houden we nu op. Dan is het klaar. Jongens, einde programma, doei. Nee, want ik dacht... Laten we het proberen. Ja, en ik dacht we beginnen misschien met een simpele. Puzzelen. Ja, het is gezellig hier. Hallo. Oh, wow. Die naam zegt me iets. Dan moet ik goed denken, man. Niks, man. Ik weet niks van Saskia Noord. Saskia Noord. Saskia Noord. Zij schrijft thrillers. Hé, ik heb denk ik een boek van haar gelezen. Huidpijn? Is de eetclub niet ook van haar? Ze worden graag verfilmd. Ja, ik weet het niet, man. Ja, ik vind het een knappe vrouw ook. Hele knappe vrouw. Ik weet het al, man. Ik zag haar een keer bij Yinx zitten. Dat is het. Vind jij haar mooi? Goeie ogen, man. Hey, lunch is hier. Hey. Van de een op het andere moment. Zomaar. Het maakt me doodsbang. Het is wel pakkend, man. Ik vind haar boeken wel te gek, hoor. Ik hou er wel van. Ik ga dit boek denk ik wel echt lezen, man. Heel positief praat ik over de rest shit, wil ik er niet eens kennen. Ja, man, zij heeft het, man. Ja, man. Zij heeft het sowieso. Ik kan niet geloven dat mensen hier dan de hele dag mee bezig zijn, maar laten we maar een begin maken. Als je eenmaal begonnen bent, dan wil je niet meer ophouden. Werkt dat nou ook zo met een boek? Begin je dan met een soort outline van... Eigenlijk wel. En meestal weet ik al ongeveer wat voor soort thema ik wil gaan doen in mijn volgende boek. En dan is de ijsprong, zeg maar, als het zaadje erbij komt. En het zaadje is meestal iets in de actualiteit. Of een verhaal wat ik hoor en ik denk, oh, dat is mooi, want dat past bij dat thema wat ik al van plan was. Het kan wel eens zijn dat iemand jou dan een verhaal vertelt. Ja. En dat jij denkt, ik wil er iets mee. En dat dan voor... Gebeurt dat wel eens? Nou ja, als diegene zegt, ik ga er zelf iets over schrijven, ga ik natuurlijk niet stelen. Dan wacht je netjes tot ze dood zijn. Ja. Kijk, een hoekje. Dat is heel belangrijk. Ja, ik heb ook een hoekje gevonden, denk ik. Kijk. Nou, op zich hebben we al 2 stukjes goed, jongens. Lekker. Wat lekker, hè? Ik gebruik heel vaak karakters waarvan ik zelf denk dat ik ze verzonnen heb. En waar toch mensen zich dermate in herkennen dat ze woedend worden. Hoe ga je daar dan mee om? Want het boek is dan al uit, natuurlijk. Ik zeg altijd, ik ben een schrijver. En ik vind dat iedere kunstenaar, of je nou muziek maakt, schilderijen, boeken schrijft, poëzie. Dat is je vak om datgene wat jou overkomt of dichtbij zit in woorden te vatten. En daarbij moet je niet terughoudend zijn. Nee.
We zijn toch al wel een kwartiertje dit aan het doen, maar ik heb dit gevonden. Jij mag het ook mee naar huis nemen. Ja, je wilt het niet, dit wordt hem niet, hè, voor jou. We gaan iets anders proberen. Saskia, nieuwe hobby. César. We gaan proberen te verven. Misschien is dit het wel voor jou. Het is misschien wel goed om dan meteen open kaart te spelen. Ja. We gaan niet echt schilderen. We hebben zo'n schilder, zoals als kind, toch? Ja, paint by numbers. Misschien zou je dat ook met boeken kunnen doen. Ik heb wel. Toch? Dat je heb je niet het gevoel dat sommige boeken al zo geschreven zijn? Ja, sommige wel. Hoe is dat dan als schrijver? Want er zijn wel een boel mensen die nog naar jouw boek moeten kijken voordat het dan in de winkels ligt. Kan je dan goed tegen feedback van een redacteur of vind je dat nog wel eens? Nee, daar kan ik heel goed tegen. Ik ben er altijd heel blij mee. Want dat helpt je ook verder. Ik vind het ook inspirerend. Want je zit in je eentje te schrijven de hele tijd. Dus je hebt geen enkele afstand meer tot het verhaal. Is er dan eens een ding wat jouw redacteur altijd tegen je zegt, waar je dan meer op moet gaan letten? Ik vind zelf altijd dat ik vrij kort en bondig schrijf, maar van hem moet altijd nog korter en bondiger. Maar dan op een dag hou je dan geen boek meer over, dat het zo kort en bondig wordt. Ja, wordt het een haiku. Ja, ik heb een beetje... jammer. Ja, lach je me nou uit? Dat is niet... Dat staat heel onsympathiek hoor, als je mij nu aan het uitlachen bent. Nee, ik lach gewoon bemoedigend mee. Hey, en kun je terugdenken aan de allereerste keer dat je een boek zag, of dat je iets met een boek had, dat je dacht van ja, maar dit is heel vet, of dit is het voor mij. Dat ik ook schrijver wilde worden, of? Ja. Nou, ik had De Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren. Dat was wel een boek wat ik 1000 keer heb gelezen. Nou, wat was je toen? 8 of 9 of zo. Dan zat je er echt al vroeg al in de boeken. Ik vond lezen fantastisch. Mijn ouders moesten altijd 1000 keer naar mijn kamer om te zeggen dat het licht uit moest. En dan ging ik onder mijn deken verder lezen. Stiekem doorlezen. Ja. 3. Ik heb nog niet gesigneerd, hè? 2. 1. Het is wel duidelijk hoe jouw geest eruit ziet en mijne. Ja. Kleurrijk versus... Nou, ik ga jou nog eens een keer interviewen. Zou je nou zeggen dat dit een geslaagd experiment is? Ja, ik vind het wel redelijk geslaagd. Ik snap hem wel. Over experimenten gesproken. We gaan nu naar het experiment. Kun je poëzie maken met vloggerboeken? Maar wat zijn de vloggerboeken dan? Monica Geur, oh hier! Oh, Anna! En Jamie H. Kijk, ik kom natuurlijk uit de tijd dat de hieroglyf echt de shit was. Ik ken deze mensen allemaal niet. Wie zijn jullie? Wat we nu gaan doen, lieve mensen, het is eigenlijk heel simpel. Je kan het ook thuis proberen. We gaan even bladeren. César zegt stop. Duurt lang. Stop! En we hebben een zin. De eerste zin is, het zijn maar kleren. Als het je niet bevalt, trek je het maar uit. Tweede boek. Stop! Ik hou van je en ik hoop dat we in het nieuwe jaar weer contact zullen hebben. En dan hebben we Jamie Hai. Seks, hoe maak je zin? Ik ben een gedicht aan het maken van zinnen die al bestaan. Een vloggedicht opgedragen aan Annie, Jamie en Monica. Alles kan ik verdragen, het zijn maar kleren. En als het je niet bevalt, dan trek je het maar uit. En ik hou van je en ik hoop dat we in het nieuwe jaar contact zullen hebben. Want niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. En seks, hoe maak je nou eigenlijk zin? Want alles van waarde blijft uiteindelijk weerloos. Conclusie, kan je gedichten schrijven van vloggersboeken? Ja. Nieuwe hobby. We gaan proberen te... dammen. Hoe denk je na over de toekomst van dat oeuvre wat je nu hebt gebouwd? Want je hebt al heel veel verhalen verteld. Heb je al een soort einddoel in zich? Nou ja, mijn einddoel is eigenlijk om tot diep in mijn 80ste zo nu en dan een boek uit te brengen. Gewoon niet net als... van, ik moet nog ergens een kathedraal van boeken neerzetten of zo. Zijn er dan nog dingen spannend voor jou? Zijn er nog uitdagingen, dingen die je nog wilt tackelen? Ik zit nu wel met een idee voor een boek dat ik wel spannend vind, maar dat wordt meer korte verhalen. Oh. Weet je, dat is natuurlijk met een boek moet je altijd minimaal 60, 70.000 woorden. Uitgesmeerd, lang. Ja, ik dacht, korte verhalen, allemaal over mannen. Ja. En is het dan een boek wat mannen leuk gaan vinden om te lezen of wat mannen minder leuk gaan vinden om te lezen? Confronterend gaan vinden. Oei, 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 dit is niet goed. Dit is niet goed. Zo. Oh ja, nee, dan. Oh nee. Hoezo doe je dat nou? Dat is toch niet aardig? Je bent aan een nieuw boek bezig. En is er dan ergens nog in jou zo, wat ik herken van,
proefwerken maken of aan dingen werken, is dat er altijd zo'n stemmetje van twijfel is. Van nee, maar het is niet goed genoeg. Of dit gaat helemaal mislukken. Heb jij dat nog wel eens? Ja, soms wel. En wat doe je dan om daar zo tegen te vechten? Ik sluit me sowieso van alles af. Dus als ik ga schrijven op Ibiza, ben ik ook alleen maar daarmee bezig. Dat is gewoon mijn hele dag mijn ding. En dan probeer ik ook niet, dat die stemmen helemaal niet toe te laten. Ik heb zoiets van, ik moet het eerst afschrijven. Dan pas ga ik ook teruglezen. Dan krijgen ze allemaal even de ruimte, al die negatieve stemmen. En heb ik dan mijn redacteur ook die dat beaamt of wel ontkent dat het zo erg is. En dan ga ik er weer overheen. En dan probeer ik al die dingen die ontbreken nog toe te voegen. Zet maar. Ik zet hem zo. Oké, zo. Oké, je hebt gewonnen. Kijk nou, kijk deze overwinningsblik. Ja, nee, je bent wel echt de betere dammer. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Toch een goede training gehad. Ja. Misschien dit wel mijn hobby wordt. Misschien wordt dit wel jouw hobby, ja. Ik heb een quiz voorbereid. En de naam van deze quiz is de grote ken je eigen boeken quiz. Vraag nummer 1. Wie zitten er allemaal in de eetclub? Karen, Michel, Babette, Simon, Evert. Nee, dit was het wel. Jammer, oké. Okay. Hanneke, Patricia, Angela. Ja. Hoe oud is Anna Koster in Huidpijn? Het staat ergens in het boek. 40. 42. In Terug naar de Kust. Wie drogeert Maria? Ans. Ja, top. Lekker. In David, waar gaan Michel en Karen wonen? Zonneheuvel. Torenlaan 55. In Nieuwe Buren, waar gaat dat stel wonen? Lelystad, Almere, Heerdegewaard. Nu moet je wel iets kiezen, kom op. Een nieuwbouwwijk, ja, dat is het goede antwoord. Nou, ik vind de boeken die jij hebt geschreven, hoeveel te zijn, vind ik het helemaal niet gek. Nee. En dat brengt ons ook nog eens bij het einde van het interview. Dankjewel, Saskia, dat ik deze hobby's met je mocht uitproberen. Kijk eens naar dit mooie veld. Dat heb ik tenminste wel gewonnen. Ja, wil je daar niet te vaak over beginnen? Want ik wil gewoon nog een leuk einde voor dit programma. Het wordt wel dammen voor jou. Het wordt dammen. Dag, lieve kijkbuiskindertjes. Ik werd gevraagd om mijn favoriete boek met jullie te delen. Ik heb er veel, ik zeg je eerlijk. Ik hou erg van fantasy. De Game of Thrones saga, maar ook Aardzee vallen. Alleen een van mijn lievelingsboeken, en daarmee ook schrijvers, is het boek The Colorless Tsukuru Tazaki van Murakami. En het is eigenlijk best een lichtelijk depressief boek. Mede omdat het gaat over het thema zelfmoord en such. Maar het is zo levendig geschreven. Ik hou van zijn schrijfstijl, omdat hij alles tot in de perfecte details beschrijft. Het voelt als een luisterboek, zonder dat je iets hoort. Het is heel gek. Het is bijna magisch hoe hij schrijft. En ik raak daar elke keer weer door betoverd. Hij heeft ook heel veel andere boeken geschreven. Dus kies er eentje uit, zou ik zeggen. Succes en veel leesplezier.